Het ministerie van Volksgezondheid start vanaf maandag 8 maart met een nieuwe voorlichtingscampagne over het vaccineren tegen het coronavirus. Volgens minister Amar Ramadhin wordt iedereen betrokken binnen de gezondheidssector. We zijn aan het vaccineren, maar er moet meer voorlichting gegeven worden. Er zijn veel bezorgdheden, er zijn veel vragen, er zijn veel twijfels. Er zijn ook veel mensen tegen. Misschien moeten de mensen meer geïnformeerd worden. Nou, daar zijn we al mee bezig. Wat onderzoekingen te doen. Er komt maandag een launch en dan gaan we concreet inspelen op al de behoeften aan informatie. Ook vanuit verschillende zaken van het volksgezondheid, zeker vanuit de huisartsen, proberen om ook toegang te bieden voor personen die vragen hebben en dat wij op een correcte manier ook die informatie kunnen geven. Het tempo van vaccineren moet opgevoerd worden. Volgens de bewindsman zal de samenleving ook beter geïnformeerd worden over het vaccin. Ramadhin, die zelf al is gevaccineerd, geeft aan dat de samenleving niet angstig hoeft te zijn voor het vaccin. Ik voel me helemaal prima. Ik voel me heel lekker, gezond, kip lekker. Ik heb mijn werk niet hoeven te onderbreken, dat geeft al duidelijk aan. Ik ben nog steeds hetzelfde. Ik voel me helemaal niet ziek geworden. Maar er zijn wel gevallen gerapporteerd van bijwerkingen, dat moet ik ook eerlijk zeggen. We gaan dat niet onder stoel of tafel schuiven. Er zijn bijwerkingen gerapporteerd, gelukkig. En dat is ook de bedoeling van de preparation. Je voorbereiding moet goed zijn. We hebben al die bijwerkingen kunnen opvangen tot nu toe. En dat is ook een van de randvoorwaarden die aanwezig moet zijn. En daarom kan je niet zomaar trekken naar een bepaald gebied als je die randvoorwaarden niet hebt. Want om maak je zo'n bijwerking, moet je die persoon kunnen transporteren, stabiliseren, transporteren naar de faciliteit. Gelukkig is het tot nu toe niet zo ver gekomen. We verwachten ook niet heel veel bijwerkingen, maar we moeten wel voorbereid zijn. De gezondheidsminister vertrekt morgen naar het Boven-Suriname-gebied om de bewoners daar te informeren over het COVID-19-vaccin.